Hallo allemaal en welkom bij deze aquarel tutorial. En we gaan een gitaarlandschap maken. Als je goed kijkt, dan zie je hier de reflectie van een landschap in het water. En samen maken die een gitaar met een ondergaande zon. Nou, super leuk om dat natuurlijk eens te gaan aquarelleren. Je hebt dus te maken met een ondergaande zon, dus dat is het stukje waar mijn aquarel het lichtste zal blijven. En daardoorheen maak ik dus een beetje een omtrek van waar de rand van de bomen zo'n beetje gaan komen. En de weerspiegeling in het water, daar heb je dan natuurlijk ook mee te maken. En voor deze opzet gebruik ik gewoon een grafietpotlood. En mocht je dan ergens de mist ingaan of wat dan ook, dan kun je altijd nog gummen. En hier zo'n beetje komt het gat van de gitaar. Maar het moet natuurlijk wel allemaal heel wazig zijn. Dus het moet op een landschap gaan lijken. En als je dan tegen de mensen zegt van nou, kijk eens wat beter, dat ze dan zien dat het een gitaar is. Het eind van de gitaar, dus waar normaal de snaren opgespannen zitten, dat is een skyline. Dus ook deze spiegel ik weer in het water. En dan gaan we straks kijken wat dat ons gaat opleveren met aquarel. En vind je dit nou allemaal een leuk idee? Geef hem dan ook deze video een dikke duim omhoog natuurlijk. En vind je het leuk om een keer met mij mee te tekenen live? Dan kan dat via schilderclub.nl en via tekenclub.nl. Daar kun je je opgeven voor gratis webinars. Ondertussen ben ik aan het bepalen hoe de boomstammen een beetje lopen. En alles wat ik aan de bovenkant van de horizonlijn teken, moet ik dus ook aan de onderkant, zeg maar, min of meer schetsen. En dat dus allemaal in een spiegelreflectie. Het is erg fijn om met grafiet te beginnen, want mocht je ergens denken van nee, ik doe toch ietsje anders, dan kun je dat nu nog mooi allemaal uitgummen. En dus dit is eigenlijk ook een hele mooie oefening voor de beginnende aquarellisten. En dit is mijn inspiratiefoto. Je ziet dat de lucht van boven is wat donkerder, naar de horizon toe is het wat lichter. En in het water is het precies andersom. En het hele landschapje zelf is dus vrij donker om te zien. Dus dat is was voor mij een mooie aanleiding. En ik ga schilderen met een penseel uiteraard. Dit is de Da Vinci. Ik heb een bak water bij me. En dan begin ik eerst met het nat maken van het papier. Ik heb deze gewoon droog opgespannen. Het is geen grote aquarel. Dus het papier bobbelt dan heus wel een beetje. Maar zodra je aquarel dan opdroogt, dan trekt hij weer helemaal recht. Nou, de lucht is vochtig gemaakt en dan kan ik dus met een beetje donkergrijs, kan ik alvast de lucht in schilderen. En dus naar de horizon toe wordt die lucht steeds een beetje lichter. En dat doe ik dus ook aan de onderkant. En dan spaar ik dus dat stukje rond die gitaaropening, die spaar ik uit. Dus die laat ik wit. De lucht wil ik natuurlijk niet helemaal egaal houden. Dus ik doe er nog een klein beetje pigmenten bij. En dit is een papieren tissue. En met zo'n papieren tissue kun je heel makkelijk wat wolken in de lucht krijgen. Dus je zuigt als het ware een paar pigmentjes op en dan krijg je dus een mooie schakering in de lucht. En
onderin is de water het donkerst. Dus daar zet ik nog wat extra pigmenten in. En ik maak ook alvast een onderlaagje in het uiteindelijke landschapje zelf. Je ziet hoe mooi die pigmentjes in het vochtige papier trekken. En ik trek dus ook een lijn over die horizonlijn heen. En dan loopt dat dus een beetje het vochtige papier in de achtergrond in. Dus dan krijg je een heel mooi wazig effect. Dit is dan die skyline. En dat zijn dus gebouwen in de verte. Zo stel ik mij dat voor. En dan zie ik een beetje ja, zo'n rand met wat lage bosjes of riet. En de gitaar zelf, de body van de gitaar. Dat worden dus de bomen die wat dichterbij lijken te staan. En ik gebruik de punt van mijn penseel. En dan kan ik dus heel mooi alvast die boomstammen inschilderen. En je ziet dat sommige boomstammen staan een beetje scheef, sommige staan een beetje recht. Dus dat heb ik dan ook echt wel geprobeerd om zo organisch mogelijk te houden. Je kunt ook de haren van je penseel een beetje uit elkaar trekken. En dan kun je dus heel mooi zo de bladeren van de bomen een beetje inschilderen. Leuke effecten. En het is altijd wel spannend hoe de pigmentjes reageren ook met elkaar. En in het vochtige papier natuurlijk. Maar dat grillige effect, dat vind ik juist hartstikke leuk met deze techniek. En het hele medium aquarel is natuurlijk super gaaf om lekker mee te experimenteren en te kijken wat er allemaal gebeurt. Onderin begint de verf vrij licht op te drogen, dus ik zet weer wat extra pigmenten onderin. En dan schraap ik een beetje over het papier om een reflectie van het water te creëren. Je kunt ook wel eens van die mooie banen zien in de lucht. Dus eigenlijk kun je met die lucht alle kanten op die je maar wil. Dit is een iets kleiner penseel, de nummer 2. En daar doe ik dan een heel klein beetje groen mee in het landschap. Heel klein beetje maar, want het is natuurlijk heel fel tegenlicht, dus je ziet niet heel veel kleur. Met het fijnere penseel kun je ietsje strakker werken natuurlijk. En ik probeer een beetje die skyline een beetje verschillende tinten grijs daarin te schilderen. Dus dan lijkt het ook allemaal ietsjes dynamischer, zeg maar. En die reflectie die is hartstikke gaaf geworden. Prachtig hoe die ook in dat water helemaal doorloopt. En het is ook leuk om bij die ondergaande zon om dan een beetje geel, een beetje geel toe te voegen natuurlijk. En dit is witte gouache verf. Ook erg leuk medium. Kan prima samen met aquarelverf. Je kunt dan hier en daar wat lichtjes in die skyline ook aanbrengen. Alsof er hier en daar wat lampen aanstaan. En vind je het leuk om ietsje meer kleur in de lucht te hebben, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt een beetje magenta toevoegen als je dat mooi vindt. En je kunt ook kiezen voor puur bruinige tinten of juist hele felle kleuren. Het kan allemaal. Je kunt daar ook echt heerlijk mee fantaseren. Met de witte gouache kun je dan ook nog een beetje lijnen in het water trekken.
Dus dan krijg je zo'n mooi glimmende oppervlak, zeg maar, van het water dat zo langs stroomt. Zo stel ik mij dat dan voor. En nou ja, die pigmentjes doen het prima samen. Die gouache en die aquarelpigmenten. En wil je nog de boel iets oplichten, nou dan kan dat dus altijd. Dus als hier de zon heel fel nog schijnt, dan kun je dus extra wit aanbrengen. Om dus dat mooie tegenlicht te krijgen van die zon die zo langzaam achter de horizon aan het wegzakken is. Je kunt ook met die witte gouache weer een beetje slepen over je papier. Ik heb een medium grof papier van Artjes. En er vliegen ook wat vogeltjes, zag ik in mijn referentiefoto. Dus het is heel leuk om daarvoor gewoon een inkpen bijvoorbeeld te gebruiken. En deze heb ik dan gevuld met inkt die oplost in water. En dan schilder ik dus eigenlijk, als het ware, even teken, een beetje van die kraanvogels erin. En met een tipje water kan ik die lijntjes dan lekker wazig maken. Dus dan krijg je dus zo'n vliegende beweging. Erg leuk om te doen. En ik hoop dat je deze tekening of schilderij, wat je het noemen wil, ook eens een keer wil proberen te maken. Superleuk om te doen. En je kunt je fantasie helemaal op loslaten. Dus voor iedereen die heeft meegekeken, natuurlijk super dankjewel voor het kijken. Ik leg nog even de laatste hand. Her en der nog wat donkere elementen. En dan is mijn schilderijtje klaar. Dus misschien tot ziens op schilderclub.nl. En ook op mijn Patreon-pagina kun je mij terugvinden met de real-time versies van al mijn lessen. Dank voor het kijken en groetjes van Lieneke.